Inwoners uit Rijswijk zijn de overlast van 40 arbeidsmigranten in een pand aan de Nieuwstraat meer dan zat. Een tijdje geleden schreven ze een brief aan de gemeenteraad van Altena, waarin ze duidelijk maken dat de buurt zich onveilig voelt en in de steek gelaten door de gemeente. De brief zoals die verstuurd is lijkt mij duidelijk. De brief geeft een chronologische volgorde van de gebeurtenissen sinds een pand bewoond wordt door een grote groep arbeidsmigranten, plus minus 40. Dit is evenveel als het aantal bewoners in de Nieuwstraat voordat het pand bewoond wordt door dit aantal arbeidsmigranten. Het dieptepunt was een steekincident op 11 april 2019. De gemeenteraad werd hierover toegesproken door de heer Viveen, welke de buurtbewoners uit de Nieuwstraat en de Geer vertegenwoordigde. Dat dit gevoel terecht is, blijkt uit het steekincident welk op 11 april 2019 heeft plaatsgevonden. Vervolgens is er een mes gevonden in de tuin bij het nagelegen pand op 12 april. Wat een zeer imiterend gedrag of een gevoel geeft aan de bewoners die daar wonen. Op 27 april omstreeks 7.30 uur is er een ruzie en een vechtpartij geweest waarbij diverse malen het decreten zijn geroepen. Take a knife, take a knife. Het is Engels, maar het is wel duidelijk wat de bedoeling was. Omwonenden wilden niet inhoudelijk reageren voor onze camera. Ze nemen de burgemeester onder andere kwalijk dat hij niet voldoende op de bres staat voor zijn inwoners. Ik ben bij één echtpaar wat er direct naast woont geweest. En daarna heb ik nog een delegatie uit de buurt naar het gemeentehuis gehaald of gevraagd te komen. Men ervaart onveiligheidsgevoelens. En dat is ontzettend vervelend. Want niemand wil hebben dat je in een woonstraat woont waar je je niet veilig voelt. En er zijn in het verleden, in de tijd van de gemeente Woudrichem, een aantal incidenten geweest. En in de tijd van Altena, waar ik verantwoordelijk voor ben, is er ook één steekincident geweest. En ja, dat was voor mij aanleiding om in overleg te gaan met de buurt. Verhuurder en uitzendorganisatie Covebo wilde ook niet reageren op zorgen van de buurtbewoners. Hierdoor blijft onduidelijk wat ze eraan gaan doen om het veiligheidsgevoel in de buurt te verhogen. De uitzendorganisatie Covebo gaat met elkaar rond de tafel, met de wijkagent erbij, met iemand van de gemeente. Maak goede afspraken. We wonen bij elkaar in deze gemeente. En laten we, ja, ik noem het dan toch maar een doorstart krijgen om de goede verhoudingen weer te herstellen. Is er volgens u een probleem met arbeidsmigranten in de Nieuwstraat? Nou, er wonen er 38 bij elkaar. Maar is er een probleem mee met deze doelgroep? De bewoners ervaren het als een probleem. En dan is het ook een probleem. En ik ga dat niet ontkennen. Aan de andere kant moet ik me ook baseren op de feiten. Hoeveel meldingen zijn er? En de bewoners hebben ook gezegd 4 keer. 1 keer per kwartaal hebben wij de politie erbij gehaald. Nou, de enige keren dat ik erbij betrokken was, dat was in april. En toen heb ik ook gehandeld. En wat is de rol die de gemeente Altena moet aannemen in deze specifieke case? Zoeken om partijen bij elkaar te krijgen. De openbare orde, dus de kernportefeuille. En als mensen zich onveilig voelen, moet je er alles aan doen. Er moet 24 uur een contactpersoon zijn. Er moet een klachtenregistratie zijn. En Covebo moet mij ook kunnen informeren wat ze met de klacht hebben gedaan. En datzelfde geldt voor de politie en de gemeente. En wat is de volgende stap? Zo snel mogelijk rond de tafel. En ik noem maar even de resetknop bij bewoners, bij Covebo, bij de politie, bij de gemeente. Wij gaan met elkaar een oplossing proberen te vinden om de leefbaarheid in de Nieuwstraat, om die te verbeteren. En heeft u het gevoel dat u dat vertrouwen ook krijgt van de bewoners? Dat moet blijken. Dat moet blijken. En het takes two to tango. Dus we hebben de bewoners ook mee nodig. En ik hoop ook van harte dat ze Altena de kans geven om die doorstart te maken.